En dan nu? Hallo kijkers, ik sta hier op het nieuwe plein 44, midden op het plein. Het is vandaag 5 oktober 2013 en er is kijkdag in de flats Sint-Joost, Sint-Hubertus en in de Sint-Jacob. Leuk hè? Daar hebben ze mij nog een beetje in gedachten gehouden. Maar dat terzijde. Dit is zoals het nieuwe plein er op dit moment bij ligt. Over ongeveer een week of 6 is het klaar. Voor Sinterklaas kunnen we hier allemaal lopen te funshoppen. En komen er nog bankjes bij. Hagen nog iets meer groen. En we zijn benieuwd. Dan gaat in het voorjaar gaat dit nieuwe plein open. En dan zijn we van een van de grootste bouwplekken in deze stad na een aantal jaren weer verlost. Ik ga eens even binnen in de flats kijken. En hier sta ik dan in een appartement in de Sint-Jacob. En als je hier zou gaan wonen, voor €266.000 kun je dit appartement kopen. Er zitten nog 2 slaapkamers en een keuken bij, open keuken. Ik sta nu in de woonkamer en vanaf hier kijk je dus op het nieuwe plein 44. En dan moet ik even zo, ja kijk zo hier, dan op de achtergrond de Sint-Steven. Nou, en hier sta ik dan op de 7e verdieping van de Sint-Joost. En dan heb je dus dit uitzicht op het plein. En dan heb je, als je dan deze kant opdraait, krijg je toch wel een fantastisch uitzicht op de kerk en de rivier daarachter. Nou, eens kijken wat ze nog met deze dingen gaan doen. Hier lag ooit gras. Het schijnt weer een groen plein te gaan worden. Wacht even af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.